welkom in de studio, Neelpin CD3. We zijn ondertussen ook aan de derde dag, die begonnen al geëindigd. We zijn hier nu in de keuken van de studio. We zijn aan het vijfde nummer bezig ondertussen. Dat wow. Is Luc, de producer van de CD, Luc Cox. We zijn onze vlog aan het opnemen. We staan nu officieel op de site. Nee. Luc, die dus onze, die onze pickle chips bij deze officieel gestolen heeft. We zijn gisteren naar de Chinees gegaan, heel gezellig. Een menu voor 13 euro. Ja. Dat was in orde. We waren allemaal een beetje ziek s'avonds, maar toch. We zijn dan maar direct vroeg gaan slapen om vandaag vroeg te beginnen. Nee, we hebben nu... we zijn al het vijfde nummer bezig. Dus het gaat in drie dagen, dus is het goed bezig. Het gaat vlot. We hebben al verschillende drumstellen opgenomen. Loopjes ingespeeld, jazzdingsjes. Verschillende versterkers al gebruikt. En ik denk dat we 6000 micro's hebben opgesteld. Voor een beetje room. En van op te nemen. De bedoeling is nu om vooral de basis op te nemen. Dus drums, bas en gitaren. En dan binnen een dikke 2 weken. We nemen dan even een pauze, dan komen we terug naar hier en dan doen we alle piano's, Hammond orgeltjes, extra geluidjes, de zang ook, de sequencertjes, dat doen we dan allemaal. Strijkers komen er ook een strijkerskwartet. Maar nu is Tots dus bezig met nummer 5 in te bassen, Hookers and Champagne genaamd. Dus we gaan eens kijken, een kleine voorproef.